Coronavirus ontdekt. Een van de patiënten is een man van 56 jaar uit Loon op Zand. Dat kan toch niet, buur? Moet je kijken. Hier, veel te warm. Buur! Buurman. Oh nee, dit gaat helemaal niet goed. Ja, het komt wel aardig dichtbij. Yo man bro, je bent de pro bij een nieuwe video. Zoals je ziet is mijn hoofd niet in het scherm. Dat komt omdat het iets makkelijker monteren is. Dat is het nadeel. Het nadeel is dat jullie hem nu niet goed kunnen zien. Maar het voordeel is dat ik er waarschijnlijk nu meer video's komen om dat makkelijker te monteren. Deze video ga ik deze megadoos vrij spelen. En ik ga knokkers punt 15 pushen. Ga ik eerst nu met dit potje proberen de megadoos vrij te spelen. Let's go! Oké, ik hoop gewoon een kistje. Ik hoop dat er niemand aan die kistje komt, maar er komt wel iemand aan en komt. Dan hoop ik dat ik er nog een kan pakken. Dan ga ik dit uitspelen. Ik laat ik ook even met rust, want hij heeft meer kracht met en ik heb niet te veel levens meer. Hoop ik dat hij wel ook nu op de kolt gaat, gaat hij ook. Dus dan kan ik dit kistje hieronder openen. Oké, lekker. Wat is dit lekker? Jack ingekeld. Bedankt trouwens voor de support op de vorige video. Die was wel erg groot. Die robot is met Rosa aan het vechten. Oké, die Rosa is nu heel low, dus ik hoop dat ik haar kan hebben. Maar ze schuilt daarachter. Ik heb nu al genoeg trofeeën om die megadoos te krijgen, maar ik maak het potje nog even af. Dus nou ja, die Rosa, daar ga ik niet van winnen, dus blijf ik op de buurt. Deze check, die heb ik wel, ja. Op de buurt blijft van die Rosa, special, nee, ik heb het niet. Nee, wel bijna, maar die Rosa het 40 kracht. Dus was... zowel een beetje onmogelijk, maar wat wel chill is, is dat ik nu een megadoos heb. Even het gratis claimen in de shop. Oké, dan zie ik jullie over een paar dagen, want dan open ik de megadoos en ga ik knokkers van 15 pushen. Oké, we zijn nu een paar dagen verder en ik ga de megadoos openen. Daar gaan we dan. 6 verschillende items. Nee, 5 stoptekens. Geen nieuwe knokker. Maar wat dan nog wel? Nita 16 keer. Boel 24 keer. Bo 38 keer. Rosa 50 keer. Maar het is dus echt geen nieuwe knokker. Maar wel Rick. En het ook een verdubbelaar. En nog 3 edelstenen. Ik bedoel 8. Sorry. Het is wel jammer dat ik geen nieuwe knokker heb. Maar ja, dat kan ook niet altijd. Dan ga ik nu knokkers dan 15 pushen. Ik heb er een paar klaarstaan. Shelly, Pam en Brock. Dus dan ga ik er proberen zoveel mogelijk te pushen. En zo, oh, dan doe ik dat samen met Aap. Of ja, ik weet niet hoe je het uit te vreet. Die A is een beetje gek. Maar ik denk gewoon Aap. En dan noem ik hem Aap. En dan begin ik met. Dan begin ik met Pam poetje. Hij zoekt naar iemand, maar ik shout-out.
doen. Dus dat vind ik niet leuk. Samen doen, anders ga ik eruit hoor. Ook al kan ik niet met z'n drieën, dan ga ik eruit. Ja, dan ga ik er lekker uit. Oké, dan gaan we nu spelen. En dan zie ik jullie als ik... als ik nog maar een paar trofeeën hoef. Oké, ondertussen hoef ik nog maar een paar trofeeën. Ik weet niet precies hoeveel, maar dat maakt niet uit. Oké, even het kistje hierboven. Nu probeer ik deze drie kistjes te pakken. Dat gaat niet alleen lukken. Zie ik. Die dynamite. Nee. Ook dit kistje. Het is echt een strijd om de kistjes. Ik heb er in ieder geval twee al. En ik denk, ja, die derde heb ik denk ik ook. Ja, die derde heb ik ook. En nu wegwezen. Dat lukt niet. Dan heb ik al vier krachtpunten. Gewoon lekker. Leon heeft maar 200 levens. Maar ja, die is sneller dan mij. Als het hier in de bos is. Huh? Nee, daar zit hij niet in. Oké. Kan ik misschien die dynamite killen? Nee, want hij heeft ook special. Dus daar blijf ik niet van in de buurt. En die bol toch gekild. En die bol die wordt gekild. En nu die bol heeft een special, zet hij op mij in. Maar dat is niet slim. Dus ik heb hem. En ik heb ook gelijk een special. Bling bling. Ja, die Leon heb ik ook. Hoppakee, gewonnen. Dan heb ik Shelly rang 15. 200 ster tokens. Dan ga ik nu met Pam. Even een doosje openen. Nou. Dan ga ik eerst even Colt upgraden. Dan nu even... Pam selecteren. Die taak kan ik niet upgraden. Geen team uitnodiging. Oh, jawel. Tweezelfde knokkers kan niet. Ik wil geen knokpad doen. En een duur shadow. En ik wil Pam zijn. En dan gaan we lekker samen spelen. En dan zie ik jullie weer als ik ben bijna dan 15 heb. Oké, ondertussen heb ik ben bijna 15. Even wat krachtpuntjes verkocht verzamelen. En dan ga ik spelen. Oké, maak dit kistje open. Ga ik in de kist staan, dat is heel vervelend. Als dat gebeurt. Staat niemand in de bosjes. Nee. En ook niet dit kistje, met het kistje ook. En dan geef ik mijn eerste pit. Heb ik 1000 leven eraf, maar ik heel heel snel. Dus dat maakt niet uit. Ik heb 3 krachtpunten. Dus een Frank. Of een Frank, of hoe je hem ook kan doen. Oh,
dacht dat hij vrij net had 10 minuten, dat wil je niet. En wel, dat wil je wel. Had lekker net 10 minuten natuurlijk. Dat is wel zo leuk. En daar weet ik natuurlijk niks van. Dat ik aan het net 10 minuten ben. En dan heb ik deze robot. Oh, ja, pak die Frank. 5. Ja, ik heb nu te weinig krachtpunten om hem te verslaan. Dat is een te groot risico. En dat doe ik later wel. Of ik laat het hem tegen. Alleen dat is niet veel makkelijk. Oh, we zien wel. Kijk, dan gaat hij dood. Ah, sorry Frank. Lekker voor je. Oké. Okay. Dan zijn we ook wel leuk, want ik heb nu deze krachtpunten. Ja, die vind ik. En dit is niet zo moeilijk. Ik heb de 1000 euro, dus ik ga heel even healen. Nu weg van die robot. Maar ik heb niet meer. Die robot gaat. Je moet achter Shelly aangaan. Appakee, dat gaat hij ook. En nu is Shelly een beetje ingesloten. Hij heeft wel zijn special. Alleen, die kan niet eens inzetten. Want ik heb hem al. En dan heb ik. En dan 15. Dan. Het is niet handig om blok. Nu. We gaan doen. Want dan duurt het iets te lang. En dan is dit voor deze video. Like deze video. Abonneer op mijn kanaal. En klik op dat belletje. Zodat je op de hoogte blijft van mijn video's. En zeg mijn mening. Doei. Soms is die zo dom. Hè.